De provinciale weg N207 en de wegen ten westen van de N207 worden steeds voller, met name in de dorpen Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. In 2016 kozen de provincie en gemeente voor de verlengde Bentwoudlaan om bereikbaarheid en beleefbaarheid in de regio te verbeteren. Een nieuwe weg die de Hogeveense weg verbindt met de nog aan te leggen Bentwoudlaan. Ook is afgesproken dat de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp beter moet. De verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen bij Hazerswoude-Dorp zijn een eerste stap om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren. Maar we weten dat er meer nodig is. Daarom wordt nu ook gekeken naar andere maatregelen, zowel regiobreed als lokaal. Bijvoorbeeld op de Zijde in Boskoop. De verlengde Bentwoudlaan is het afgelopen jaar steeds verder uitgewerkt. Bewoners en organisaties uit het gebied hebben actief meegedacht. De weg krijgt twee rijstroken. De maximumsnelheid is 80 km per uur. Het wandelpad bij de maaltocht wordt uitgebreid met een fietspad. Er komt een fietspad over de kleikade met een ecologische verbindingszone en een brug in het Bentwoud. Dat wordt een groene, recreatieve passage voor fietsers, voetgangers en ruiters, waarmee een verbinding wordt gemaakt met het Noordeinde en de sportlaan. Ook voor Hazerswoude-Dorp en de N209 in het dorp ligt er nu een pakket maatregelen. Ook hier hebben bewoners en organisaties meegedacht. Ten noorden van de burgemeester Warnaarkade komt een nieuwe rotonde met parallelweg. De rotonde verbindt de Warnaarkade en de Katjesweg met elkaar. Via een fietsbrug kunnen fietsers en voetgangers veilig over de provinciale weg heen. Verkeer mag niet meer links afslaan vanaf de N209 richting de Dorpstraat en andersom. Het verkeer op het kruispunt krijgt sneller groen en rijdt dus beter door. Verkeer rijdt dan door naar de nieuwe rotonde aan de noordzijde of naar een nieuwe rotonde bij de provinciale weg. Daar kunnen weggebruikers keren om vervolgens de Dorpstraat in te gaan. Maar verkeer kan ook via nieuwe verbindingen aan de oost- en westkant van de N209 het dorp in- en uitrijden. De rotonde bij de nieuwe woonwijk Weidelanden breiden we uit. De komende periode nemen de provincie en gemeenten een beslissing over de plannen. Daarna start de realisatiefase en onderzoekt de gemeente, samen met belanghebbenden in Hazerswoude-Dorp, wat de mogelijkheden zijn om de nieuwe verbindingen met de N209 mogelijk te maken. Naar verwachting kan in 2020 de schop de grond in.